We zijn gestart met dit project in 2017, al in het voorjaar van 2017. Toen hebben we de eerste ideeën ontwikkeld, zo van nou, zou het haalbaar zijn, zou het kunnen. En een definitieve knoop hebben we doorgehakt in november 2017. En dat heeft alles te maken met dat we toen de Turingprijs hebben gewonnen voor het beste tentoonstellingsplan voor de periode 2018-2020. En daarmee kon het ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dus dat was heel belangrijk dat we die prijs toegekend hebben gekregen.